wens ik jullie welkom op deze demonstratie. Een demonstratie die gaat laten zien dat Nederland kwalitatief goed onderwijs wil en dat toegankelijk is voor iedereen, zonder dat je je leven lang in de schulden wordt gestoken. Wij laten de media, de mensen en heel Nederland zien dat wij gaan vechten voor goed onderwijs. U bent wethouder voor GroenLinks, maar u bent hier in een beetje andere rol, want u heeft ook ooit hier zo gestaan met een spandoek. Ik stond hier 22 jaar geleden als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En toen waren er 30.000 mensen, het zijn er nu iets minder. Maar er staat nog steeds evenveel op het spel, dus het is heel goed, echt heel goed, dat jullie hierheen zijn gekomen. Nederland, de mensen, Europa, ook alle. Ze kwamen het land binnen vanuit Duitsland. Zutphen begroette hen op 8 april, Deventer 2 dagen later. Overal werden de bevrijders met laaiend enthousiasme ontvangen. Nederland was weer vrij en de gehate symbolen werden vernietigd. Dit zijn beelden van de ruïnes die aan het einde van de oorlog waren overgebleven van onze langste spoorbrug. Na de Tweede Wereldoorlog trekt een geboortegolf over West-Europa. De babyboomers zijn geboren. Een van onze grote gedachten is het besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het lot van allen. Daarom willen wij een gemeenschappelijke zorg voor de bestaanszekerheid van allen. Dit is geen vrolijk toekomstbeeld in een eeuw waar stoomkracht is vervangen door atoomkracht en levenskunst de overlevenskunst. Besef de ernst van het ogenblik. Steeds hoger en steeds sterker maken de Oost-Duitsers de muur die de stad in tweeën deelt. De huizen waarvan de voorkant in West-Berlijn staat, zijn inmiddels ontruimd en worden dichtgemetseld. Launched from Cuba as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and provocative threat to world peace. Het is stil op het Amsterdamse spui dat is afgegrendeld door de politie sedert studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben. Het was de tijd van de grote demonstraties, die bijvoorbeeld in Londen herhaaldelijk tot felle botsingen leiden. Ook in West-Duitsland, onder andere in West-Berlijn, werd vaak betoogd. Vooral door de studenten onder leiding van Rudi Dutschke. Anti-war demonstrators protest US involvement in the Vietnam War in mass marches, rallies and demonstrations. Central Park is the starting point for the parade to the UN building. De overgrote meerderheid. Je gaat je mond houden. Je bent blij als je een sigaretje mag roken. De situatie zo verslechterd is dat er zelfs geen glimlach meer af kan. Het wordt keiharde strijd. Het verzet neemt toe. Men pikt het niet meer. Hey, jongens! Hey! Elke onderdrukking is verkeerd. Daarom bouwen wij aan een vrij plaats om ons leven in eigen hand te nemen. А с ними из шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Unsere ganze Stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen.
Ik ben zelf van 1945 en ik heb heel duidelijk meegemaakt dat er een breuklijn was tussen mij en de voorgaande generatie. En het complete gezin was van voor de oorlog, toen was de oorlog en toen kwam ik als nakomertje. En ik gedroeg me heel anders dan mijn andere broers en zusjes. En ik gedroeg me ook heel anders als gezinslid. En dat was niet alleen maar omdat ik zoveel jaren zeg maar erachteraan kwam, maar ook omdat zij als referentiekader hadden de jaren voor de oorlog, het gezellige gezin. En ik dat referentiekader natuurlijk van nature niet had. En ik keek naar hoe mijn leeftijdsgenoten zich gedroegen. Dat wou ik. Ik wou bij de klas horen. En ik wou naar Veronica luisteren, toen ik wat groter werd. Maar dat was natuurlijk allemaal niet aanwezig destijds. Dat waren protestjaren? 68. Ook voor u persoonlijk? Ja, ook. Ik studeerde toen net. Nou, dat viel wel mee, maar... Niet op de barricade gestaan? Nou ja, de barricade waren meer in Parijs eigenlijk. En een beetje in Amsterdam. Maar dat was een zwakke afspiegeling van Parijs. Maar de jaren 68 waren een duidelijke breuklijn tussen de generatie die ja, aan bod was geweest en de jeugd die zei, nou, wij gaan dat echt helemaal anders doen. En datzelfde zie ik dus nu. We leven op een breuklijn in de tijd. Anno 2010 zit onze samenleving in een ingrijpende fase van transformatie. Onder meer door globalisering en Europese eenwording en vooral door de ICT-revolutie en binnenkort de vergrijzing. Maar waar is in deze tijd van verandering het geluid van de jongeren? Waarom staan ze niet net als hun ouders te demonstreren tegen zaken als klimaatverandering, de oplopende kosten van de verzorgingsstaat of de economische crisis? De tijd van massale demonstraties lijkt voorbij. Maar wat komt daarvoor in de plaats? De jongeren van vandaag lijken alleen op straat te komen voor het WK voetbal en spectaculaire sales. Zijn twintigers en dertigers lui en verwend, zoals zo vaak wordt gesteld? Of boeit de samenleving ze simpelweg niet? Hoe gaat het met Nederland? Ja, hoe gaat het met Nederland? Redelijk, denk ik. Doe je iets voor de samenleving? Doe ik iets voor de samenleving? Ik werk. Hoe gaat het met Nederland? Slecht. Waarom gaat het slecht? We zijn helemaal vol. Ik vind dat Nederland achteruit gaat. Op welk vlak? Nou, als je ziet wat ze allemaal in het, hebben opgebouwd. Hè? Dus neem bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ze hebben gezorgd dat iedereen ja, gebruik van kan maken. En nu wordt het steeds duurder. Ze halen dingen weg. In plaats dat ze bezuinigen met bijvoorbeeld wachtgeld bij de gemeente. En dat geld stoppen bij, in gezondheidszorg. Ja, ik vind dat ze Nederland achteruit gaat wat dat betreft. Ik heb 2 kinderen. 2 prachtige kinderen. Okay, je maakt zich helemaal geen zorgen over de samenleving? Nee, nog niet. Nee. Het lijkt op een oorlog die gaande is in Amerika. De vraag is alleen nog tegen wie. Wenige minuten später is Theo van Gogh dood. Wij doen er alles aan. Fok, fok dat. Jullie doen geen moer. Beleggers lijken niemand meer te vertrouwen. De rust is ver te zoeken. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. De polen smelten, de dijken breken door en binnen afzienbare tijd is Nederland qua klimaat een soort Zuid-Frankrijk. De wereldleiders hebben het echt af laten weten, terwijl het klimaat juist op dit moment superbelangrijk is. En volgens mij hebben ze ook laten zien dat er een nieuwe generatie moet opstaan die het veel beter kan doen. Aan de slag, Paul van Liemt, BNR. Sociaal ondernemerschap is flink in opkomst in Nederland, waar een paar jaar geleden maatschappelijk verantwoord ondernemer het bedrijfsleven veroverde, beginnen nu steeds meer mensen een bedrijfje dat primair draait om het verbeteren van de wereld. Niet het geld verdienen staat voorop, maar de idealen. Bij mij te gast Aart Veller. Hij is sociaal ondernemer en oprichter van het bedrijf Wij Zijn Cool. Wij Zijn Cool is een consultancy en communicatiebureau dat grote merken helpt om praktisch met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dus om energie te besparen, om te zorgen dat werknemers daar op een leuke manier betrokken bij worden. Dat doen we voor grote bedrijven als MTV, Discovery, G-Star. Even het grote plaatje. Waar komen we eigenlijk vandaan en waar staan we nu en waar gaan we naartoe? 1850, 1,2 miljard mensen op aarde. 2000 waren dat er 6, we zitten nu op 6,8. En 2050 zijn dat er 9,4 miljard. Dus dat is heel veel, terwijl we als wereldgemiddelde toch naar beneden moeten. Het vervelende of het lastige op dit moment is dat de mensen die nu aan de macht zijn,
er totaal nog niks van snappen. En het alleen maar als een soort angst zien en een bedreiging voor verandering. De grote uitdaging die ons te wachten staat is zo ongelooflijk groot, maar daar zitten ook zoveel kansen voor ondernemers, organisaties, bedrijven, universiteiten om zich op te accelereren. Dat het een andere manier van denken is om het te zien als de grootste kans van de 21ste eeuw in plaats van de grootste bedreiging. Ik ben in januari op het idee gekomen om een documentaire te maken over de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren in Nederland. En ik kijk in mijn directe omgeving wie ik ken, die echt goed is op het gebied van maatschappelijke vernieuwing, waar echt een hele sterke motivatie zit in de mensen die ook echt proberen het verschil te maken.